Een goeie avond. Ik ben Jenno en ik start deze vlog 's avonds op, want we hebben echt nog geen enkele seconde tijd gehad vandaag om te vloggen. We hebben een drukke werkdag achter de rug. We hebben een koffie- en theehuisje in het centrum van Lille. Mocht je nog niet lang zijn geweest, het heet GOT. Hey, en we zijn ieder weekend open. Allee, als we niet op verlof zijn of zo. Vrijdag tot en met zaterdag dus. Van 8 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Dus dat is 10 uur open. We zijn moe. En het is warm. Het is heel warm. Onze Jules is hier ook in bloed bovenlijf aan het spelen. Oh. Hij gaat barbecuen, zegt hem. Kijk, papa. Beetje barbecuen. Is dat een barbecue? Ja. Wat ga je dan? Ja, barbecue. Nam, nam, nam. Zit te eten. Zo. Ham, 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 ham. Weer tegenwoordig heel vaak die tuten, hè? Ja, maar je wilt vandaag niet uittrekken. Ja. Nee. Vandaag is hij een beetje hangerig. In de moed voor een tut. Maar het is ook zo warm, en Jules begrijpt dat wel, hoor. Het is echt gewoon super warm. En ik heb een dik oog. Kijk, deze oog hier van boven is dik. Jules heeft daar een paar dagen geleden een auto in mijn oog gegooid. En nu heb ik dit als gevolg. Nu heb ik een dik oog. Kijk. Heel lelijk, maar ja, kijk. Ik kan er niet veel meer aan doen. Als afwachten met dat het eigenlijk gaat eigenlijk genezen. Momenteel is het bij ons thuis binnen 30,8 graden in onze living. En het is hier nu eigenlijk al fris. Daar straks was het hier echt wel nog warmer, dus nu is het dat fris. In onze slaapkamer hebben we wel nu net onze mobiele airco aangezet en daar is het nu 28 graden. Dus daar is het al fris, tussen aanhalingstekens. Maar ik ben er wel blij mee. Voelt er wel aangenaam aan, hè? Het voelt hier veel te warm aan. Hier wel. Hier is het warm, maar in de slaapkamer valt het wel mee, toch? In de slaapkamer is het goed. In de slaapkamer is het goed. Maar dat staat dus echt de mobiele airco al een paar uur aan. Dus ja. Ik heb net vandaag ook nog eigenlijk iets ontdekt. 2021 hebben we op 10 juli onze Jules meegenomen vanuit Spanje naar huis. En nu dit jaar, dus op 10 juli 2023, vliegen wij terug naar Spanje. Dus nog maar eigenlijk 2 dagjes en wij gaan terug richting Spanje. En ik moet zeggen, ik kijk daar echt heel erg hard naar uit. We gaan op bezoek bij mijn mama natuurlijk. Zij is daar nu 2,5 maand in Spanje om daar op honden te gaan passen. Dus nu kunnen wij mijn mama dan nog een keer zien. We hebben haar nu al een tijdje niet meer gezien. Dus ik mis haar eigenlijk ook wel. Dus we bellen wel elke dag en we zoomen ook wel. Of facetimen of wat doen we eigenlijk allemaal. WhatsApp bellen. Die dingetjes eigenlijk allemaal, maar toch, dat is toch wel anders dan in levende lijf. Dus je kunt zo niet zo even zeggen van, ah, kom eens hier, manneke. Een knuffeltje. Allee, ja, weet je zo, dat het fysieke contact is er niet. En zo, ja, via de telefoon bellen is toch wel anders. Mannekes, ik heb het hier warm. Echt, als ik hier stilsta, ik ben gewoon eigenlijk aan het zweten waar ik sta. Altijd in de zomer is ons huis mega warm en in de winter is het hier ijskoud. Dus eigenlijk is het hier alleen maar goed in de lente bij ons thuis. Dus hallo. We zijn nu nog net eventjes nog de laatste dingetjes nog aan het opruimen geweest. Terwijl ik dat aan het zeggen ben, is onze Jules hier nu al terug een rommeltje van aan het maken. Hij is al terug opnieuw al aan het spelen. Maar wij gaan hem wel gaan eigenlijk klaarmaken om in zijn bedje te gaan. Hopelijk gaat hij vandaag ook vroeg slapen, want wij zijn best zelf altijd wel heel moe. Van ook natuurlijk gisteren nog eigenlijk dus het nog het trouwfeest waar we zijn heen geweest. Mijn haren zijn er altijd mooi van in de krul. Maar mijn energiepeil is er ook wel van serieus gedaald, want ik ben best wel eigenlijk moe. En Jenno ook, die loopt hier ook zomaar wat, zo wat rond te lopen, een beetje wat verloren, omdat we altijd heel moe zijn. Dus we gaan nu onszelf klaarmaken, Julleke klaarmaken en naar bedje, denk ik. Hopelijk gaat hij snel slapen. En wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe video. Ciao!